Burgemeester John Berends ontstak vredesvuur in Oranjepark. En Café de Oude Haven krijgt een drijvend terras. Het nieuws uit Apeldoorn en de dorpen. Dit is RTV Apeldoorn Nieuwsflits. Woensdagavond werd in het Oranjepark de bevrijding van Apeldoorn gevierd. Voor de 68ste keer werd het bevrijdingsfeest georganiseerd door de Stichting Bevrijding 45 en de Vereniging Oud-Apeldoorn. Aan de viering deden de basisscholen Heuvelaan, De Bundel, Koninklijke Scholengemeenschap en de Sint-Victorschool mee. Een aantal scholieren brachten gedichten voor. Vrijheid is blijheid. We leven nu in vrijheid. Dat verdient iedereen, voor altijd. Oude militaire voertuigen van de vereniging Old Army Cars en Keep Them Rolling vormden het decor tijdens de viering. De bevrijding werd symbolisch ingeluid door burgemeester John Berends, die het bevrijdingsvuur ontstak. Hoe komt het dat er nog steeds mensen het belangrijk vinden om dat te herdenken? Ik denk als je in de kranten leest dat je genoeg redenen ziet om te blijven gedenken en te blijven herdenken. Alle ellende die je op de hele wereld ziet en die je niet in Nederland hebt. We moeten echt de vrede met beide handen vasthouden en daar moeten we zuinig op zijn. Maar waarom denken we niet, het is gebeurd, het is verschrikkelijk, maar we gaan verder, we zijn positief. Waarom moeten we dit blijven herdenken? Ik denk dat we heel goed ons moeten beseffen dat de vrede heel broos is. En dat we met z'n allen heel erg zuinig moeten zijn op de vrede. Een van de kinderen in een gedicht noemde het ook van, we moeten elkaar leren respecteren. We moeten blij zijn met de vrede die we hebben in Nederland. En ja, daar moeten we blijven herdenken. En daarom proberen we ook zoveel mogelijk jongeren erbij te betrekken. Hoe wordt dat gedaan? Er zijn meer dan 20 scholen die hebben een monument geadopteerd. En dat is voor al die scholen ook aanleiding om jaarlijks stil te staan bij de oorlog. En bij het gevaar van oorlog en het kwijtraken van de vrede. De bevrijdingsviering werd muzikaal omlijst door het DAP en City of Apeldoorn Pipes and Drums. Ook oud-verzetstrijders waren bij de plechtigheid aanwezig. Ik heb honger meegemaakt. Ik heb goede momenten gehad en vooral in de laatste jaren, dat was het erg moeilijk, want toen werden de razzia's gehouden en dat was op 2 oktober 1944 en op 2 december 1944. En vandaar ook die herdenkingen die er op 2 december elk jaar nu op dit moment gehouden worden, daar was ik bij dus. Wij zijn dus vanuit, ik woonde in Zuid en vanuit Zuid hebben wij leidelijk verzet gepleegd. Wij moesten ons melden 's morgens om 7 uur van de Duitsers. En dat hebben we niet gedaan en werd het 's avonds bijna donker toen we ons uiteindelijk gemeld hebben. De Apeldoornse scholieren krijgen op school lessen over de Tweede Wereldoorlog, maar ook over hoe die periode in Apeldoorn was. Fleur, kan je ons vertellen waarom de bevrijding van Apeldoorn zo rustig is verlopen? Dat komt omdat de Canadezen waren ingelicht door 2 Apeldoorners dat de Duitsers met haast al vertrokken waren. Ja, dus bij ons is het allemaal heel rustig verlopen, maar gelukkig wordt het nog wel ieder jaar herdacht. Wordt er bij jou op school ook aandacht aan besteed? We hebben iedere ochtend trefwoord en dan vertelt de meester wel vaak over dat we blij mogen zijn dat wij vrij zijn. Bij het aftellen van Thijs en Floor werden tientallen rood, witte en blauwe ballonnen opgelaten. Aan de ballonnen waren vredesboodschappen opgehangen. Niet alle ballonnen haalden het luchtruim overigens. Het was u misschien al wel opgevallen dat er in het kanaal voor het café De Oude Haven deze platte schuit ligt. De eigenaren van het eeuwenoude café heeft de schuit laten plaatsen en heeft daar woeste plannen mee. De bedoeling is een terras schuiten van maken. En met loungegebeuren, loungesets, mensen een beetje wat meer een watergevoel te geven als op de kade, zeg maar. En gewoon weer eens wat anders. Waar hebben jullie die boot vandaan? Uit Leiden. Leiden. Hij komt uit het kanaal ergens in Leiden. Is die op een takelwagen gehezen en toen is die vorige week woensdag
hier toegebracht. Ja, varen, dat wou we even niet natuurlijk. Nee. Hij is met een takelwagen aan de overkant het water ingezet. En toen is hij op een gegeven moment in het water getakeld. En toen op een gegeven moment is hij hier naartoe getrokken, zeg maar, met touwen en manschappen. Het ging nog even fout hier bijna bij de kade, zeg maar. Toen snel met banden en zo er tegenaan houden, maar dat, het is nog goed gekomen. Zoals je maar ziet. Hij is helemaal leeg verder? Ja. De onderkant is... er zit wel een ruimte in de boot. Daar kan je ook in, maar... je kan er niks mee doen, zeg maar. Je kan alleen misschien ooit een keer in de toekomst wat kratjes bier neerzetten of zo. Maar voor de rest is het niks. Wanneer gaat het terras open? We willen voor Koninginnedag. Voor Koninginnedag. We willen hem helemaal klaar hebben. Er komen in ieder geval 4 loungebanken op. Aan de voorzijde van de boot. En aan de achterzijde, dus aan deze zijde, willen we even vrijhouden voor feesten, partijen, bandjes enzovoort. Nog even wachten dus, maar straks kunt u drijvend genieten van een drankje en een hapje. Nu maar hopen dat het weer ook beter gaat worden.